Afgelopen week bracht provincie-gouverneur Jan Briers een bezoek aan de stad Lokeren. Het was een bezoek dat kadert in zijn ronde van Oost-Vlaanderen en hij koppelde het aan de onthulling van het kunstwerk Omnium Memoria in Park ter Beuken. We hebben beslist, en daarmee bedoel ik de deputatie en ikzelf, om dus de ronde van Oost-Vlaanderen te doen en de 65 gemeenten van de provincie niet alleen te bezoeken, maar hen echt ook te ondersteunen. Dus wij komen met de ambtenaren, zowel provinciaal, Vlaams als federaal, om alle mogelijke problemen die de gemeente heeft op te lossen of te proberen op te lossen. Maar dat wordt dan wel telkens gekoppeld aan een moment van cultuur. Anders komen we niet. Maar dat heeft te maken met mijn achtergrond natuurlijk. U hoort nu de muziek op de achtergrond en tegelijkertijd ziet u de kunst achter ons. Dus ik voel mij hier op dit moment heel goed. Omnium Memoria, ofwel collectief geheugen, verwijst onder andere naar de legende van de kruiskapel in Exaarde. De kapel zou gebouwd zijn op de plaats waar in 1317 twee miraculeuze kruisbeelden gevonden zijn. Het is vooral de bedoeling om de toeschouwer of de passanten uiteindelijk uit te nodigen om even stil te staan de tijd. Het is zo dat dat dagelijkse leven eigenlijk zo snel voorbij gaat en dat uiteindelijk reflectie naar het verleden of uiteindelijk het naar boven halen van herinneringen, dat die uiteindelijk toch nog altijd redelijk wat invloed kunnen hebben op het denken van vandaag. Het kunstwerk viel meteen in de smaak bij de vele aanwezigen. Ik vind dat zeker tot zijn recht komt. Het is sober, maar doet denken aan de oudheid, aan de Griekse en de Romeinse kunstwerken. Ik vind het is indrukwekkend. Echt prachtig, prachtig. Ik vind het heel mooi. Heel passend misschien in het kader van 100 jaar oorlog. En ook de gouverneur was onder de indruk. Ik vond het, ik kun er maar één ding zeggen, of twee zaken. Eén, spijtig dat het er straks niet meer mag staan, want de kunstenaar houdt eraan om zijn kunstwerken ook zelf af te breken. Maar ten tweede, de betekenis is heel belangrijk. Dit refereert naar herdenken, terugdenken aan en 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Daarom gaat het op dit moment toch ons herinneren dat oorlogen, dat we daar beter niet meer in terechtkomen. Omnium Memoria staat nog tot en met 11 november in Park ter Beuken.